Zo, nou, laten we nu verder gaan met de opdracht, oké? Ja, even kijken, waar waren we gebleven? Zo, volgens mij waren we hier. Zo, nou, ik ben blij dat de kinderen het goed kunnen vinden. Ja, ik ook. Ik heb een vraag. Hoe was jouw bevalling van Hanna en de andere kinderen? Van mij, die waren heel makkelijk, niet zo moeilijk. En die van jou, hoe was het bij jou? Hey, mag ik ook meedoen, jongens? Emma, we zijn hier bezig met de schoolopdracht. Oh, echt? Mag ik kijken? Nee, Emma, we zijn bezig. Ach man, ik mag ook niks. Zo, nou, die van mij was heel lastig. Ik had ook een keizersnee. Keizer, hè? Dat was bij Dave, hè? Wauw, dat klinkt heel lastig. Ja, het was ook wel echt wat hoor. He, is Dave een keizer? Wauw, ik moet me niet zo gedragen tegenover hem. Ja, nou, bij mij ging het heel makkelijk, niet zo moeilijk. Ja, dat is echt iets waar ik heel jaloers op ben. Oh man, ik moet mijn excuses aanbieden. Zo, nou, even kijken. Het is zo cool dat hij een keizer is. Maar ik vraag me af, waar komen baby's eigenlijk vandaan? Huh? Hoor ik Emma daar nou? Wat is daar nou aan de hand? Emma, wat doe jij nou? Oh, sorry Dave, ik had niet nog mee moeten doen. Wat doe je nou, Emma? Ach, Emma, ben je nou helemaal gek geworden? Wat doe je nou? Nou, ik hoorde dat Dave een keizer is, omdat hij met een keizersnee is geboren. Emma, dat betekent helemaal niks. Dat is gewoon hoe hij uit de buik is gehaald. Ach man, dat is echt hilarisch. Ach man, Dave, niet zo lachen. Nou, Emma, wat is er? Nou, ik wil gewoon weten waar baby's vandaan komen. Ik ben zo in de war. Ach man, Dave, niet lachen. Nou ja, aan wie moet ik het dan vragen? Nou, Emma, ze komen uit de babyfabriek. Ja, die hebben we hier in Playmobil City. Dus daar komen ze vandaan. Huh? Een babyfabriek? Ik geloof dat niet. Zo. Nou, laten we even kijken. Aan wie kan ik het nog meer vragen? Want ik geloof dit niet. Nou ja, dan geloof je het maar niet, Emma. Dat is de waarheid. Zo, nou, hè? Ik ben thuis hoor, mam. Hey, Julian, kan je even bij Emma gaan kijken? Ik hoor dat ze een beetje een kabaal maakt. Oh, oké, is goed. Nou ja, met Julian was het ook best wel lastig. Maar niet zo dat ik een keizersnee nodig had. Zo, laat ik maar verder gaan met spelen. Nou, even kijken. Hoor ik nou Julian? Hey, Emma, alles goed? Ja hoor, ik had een vraagje. Waar komen baby's vandaan? Nou ja, ik heb eigenlijk geen idee. Heb je het aan iemand anders gevraagd? Oh, nou, Anna zei dat ze uit een babyfabriek kwamen. En dat was dus het hele verhaal. Oh, nou, ik heb geen idee. Misschien moet ik het aan mam vragen. Nou, dan vraag ik het wel aan mam.
Zo, nou, ik heb geen idee eigenlijk. Ik wil het eigenlijk ook wel weten. Huh? Emma, wat is er? Ik hoor je de hele tijd rondlopen. Mam, ik heb een vraag. Waar komen baby's vandaan? Oh, wauw, ik wist dat deze vraag ooit zou komen, maar ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Ja, wat ga je erop zeggen, hè, Claudia? Ja, ik hoorde net iets over een keizersnee en Hanna zei het over een kinderfabriek. Nou ja, wat ga je nu daarop zeggen? Ja, ik wil het weten. Kan iemand antwoord geven? Nou ja, kinderfabriek. Ik word. Dit is zo grappig. Nou ja, Emma, misschien moet je het vragen aan de moeder van Dave. Die weet het heel goed uit te leggen. Oh ja, misschien kan ik het aan haar vragen. Weet u het? Ja, vertel het maar aan haar. Ach man, Claudia, ik kan niet. Doe niet zo. Nou ja, ik laat het dan maar over aan de ooievaar, denk ik. Ik weet het ook niet.